Het helpt ook niet dat ik ook gewoon niet goed gooi of wat dan ook. Oh, ik zou het zo typisch hebben gevonden. Eén, wanneer mijn shops dicht zijn. Dan had je wel boos geworden. Nee, ik was er niet blij geweest. Handig dat ik zo'n lang draad heb. Goed. Nou, ik blijf nog steeds op dit eiland, denk ik. Oh nee. Kom op mijn goede straatje terecht. Ja, die heeft ze nog niet, hè, dus is er rustig op. Dus ze kon ook naar de bank, toch? Waarom doen ze dat dan niet? Fijn, hè. Misschien is die vacant pot voor haar belangrijker dan de bank. Smakelijk trouwens. Is smakelijk. Ja, dat is een makkelijke keuze. Oh nee, stop. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik zo op een klein bureau doe wat dan ook en dat ze me omvallen. Dus. Okay. Tuurlijk er net langs. Ja. Kom je goed weg? Ja. Ja.
Heel vervelend. Al het geld, wat moet je ermee? Ik ben er bijna heel. Eén. Venture. Hey, hij koopt er een over van geel. Die kost hem meestal toch alleen maar geld? Of niet? Vaak wel, ja. Waarom heeft hij me nou zo dik ingehaald? Zag ik dat nou? Ja. Oh nee, niet. Nee, ik zat er niet voor. Eng. Proost. Dank je. Kleine schotel, maar steeds aardig groot. Het is ook een hele grote schotel, dus daar krijg je ze altijd fucking groot. Je krijgt altijd een zak friet erbij. Ja. Nou, tweede rij klaar. Hartstikke fijn, ga ik niet doen. Want mij kennen dat altijd zometeen nog op zo'n forcible auction. Mm-hmm. Wat een lul, ging je in mijn rij? Ja. En nu draait hij weer de ballon. Een beetje hoge prijs hebben voor force buyout. Ja, het is toch niet waar, want dan zou je die andere al eerder hebben gedaan. Yay! Ja, ik kan het doen met de stocks en eerlijk gezegd, als ik zo meteen op jouw land is het toch klaar. Dat vind ik sowieso een goed idee. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat Alena zo meteen op mijn land heeft van die grote. Maar dat zou natuurlijk weer niet doen. Ik dacht in ieder geval iets. Ja. Je kan de tyfus krijgen, ja, overal en nergens. Hey, wat vervelend nou? Heel vervelend. Oh, hij heeft die drie, dat er een drie
district of zo? Of wat? Hmm. Wat gebeurt er? Ik heb eerlijk gezegd niet opgelet dit keer, dus ik ben... Alle shops? Kan dat? Kan. Dan zijn we nog lang bezig met kijken. Ja, ik denk alle shops. Mooi. Nee. 7 wordt 7. Yeah. Oh, volgens mij alles behalve zijn shops. Dit is heel zuur. Ja. Vuurwerk. You can choose which way to move in your next go. Oh, dat is niet zo spannend. Hey. What? 7 betaal jij! Ga maar volgen. Prima. Helemaal goed. Willekeurige warps. Ja. Er valt in het midden niks meer te spruzen. Oh. Nee, dat is allemaal klaar. Heeft het dan nog wel zin om te spruzen? Is de vraag. Nee, nee. Niet echt. Even kijken. 5.
Alleen moet je vanaf daar zo'n versie 1 of 2 voor ben je gewoon genaaid. Ja, maar ik stond ook letterlijk 20 beurten lang. Dan zat ik al met deze promotie, dus ja. Ja, ik heb deze is net nieuw, ik heb hem net opengemaakt. Zo. Nou, dit toch nog even voor je klaar. Zie je? Drie keer gedaan, heen en weer gelopen en alsnog ben ik er niet. Nee. Oh, wat flauw, dan gaat hij naar 6. Naar boven gaat hij, wil hij niet omhoog, maar naar beneden wil hij wel. Ja, zo is hij. Oeh, dat kostte heel veel. Ja. Nou, dat is zo jammer. Eén of twee. Dat is 7. Dat zijn te veel nummers. Best groot gebouw. Ja, maar niemand landt erop, want niemand gaat die kant op. What the fuck? Ik ben in één beurt 3000 gold omlaag gegaan. Ja. Oké, 9 keer 7. Zo mee je. Get fucked. Ja, het einde van de game heb je nu. Het is dat hij niet betaalt, anders was hij nog makkelijker geweest ook. Mm-hmm. Als shops weer dicht, die waren net weer open. En die gaan nu weer dicht. Ja. Nee.
niet zo heel goed door, Milan. Betalen! Nu ben ik. Nu ben je aan het doel. Ja. Die 72, die deed hem. Interessant. Ja. Doe je dat? Ja. Oké. Okay. Weer zo onlogisch. Hij heeft één winkel links bovenin staan. Ja, daar houdt AI wel van, het is spannend hoor. Ik denk dat zij het beste zo 3 kan gooien, want dan gaat ze sowieso naar de bank en dan... Aan beide kanten heb je de knop gezet. Ja. Het had niet heel hard gemaakt. Krijgen wij de kaart nog vol voordat de aflevering voorbij is? En nu zoom, shop of vegan plot. Ja. Ik kan waarschijnlijk niet betalen, maar we kunnen het proberen. Toch wel. Oh ja, we hebben toch nog wat stocks over. Hele gevaarlijke straat dit. Zeker, zeker. Goed, wat doet alleen aan? Aardig hoog, maar ze loopt omheen. Prima, betaal je hier toch?